Hoi, leuk dat je kijkt. Ik ben vandaag in Amsterdam. Zoals je misschien wel weet wordt hier een foodcourt geopend, namelijk de Foodhallen. Op 21 oktober is de opening, de officiële opening. Maar een aantal restaurants zijn inmiddels al geopend. En ik ben uitgenodigd om vandaag alvast een kijkje te nemen. Ik krijg een rondleiding en ik mag ook alvast wat lekkere dingetjes voorproeven. Dus het leek me leuk om jullie mee te nemen in een vlog. Dus daar gaan we. Ik ben benieuwd. Toen zie ik jou ook. Welkom allemaal bij Gabugo by Beerkamp. Wij zijn gespecialiseerd in Spaanse delicatessen met als specialiteit de Iberico ham. Daar zit heel veel olie in. Dat gaat in het vlees zitten. En dat geeft een hele romige, nootachtige smaak. En dat maakt het zo bijzonder. Ook het rijpingsproces eigenlijk. Dat is, deze is bijvoorbeeld ongeveer 3 jaar gerijpt. Combinatie tussen een sushi en een wrap. Dus aan de ene kant zeg maar het gemak van een sushi en de gezonde ingrediënten. En aan de andere kant een wrap zodat je makkelijk mee kan nemen voor de lunch. We maken alles zelf. Onze worstjes, saus en toppings zijn uniek. Alleen de broodjes, die importeren we uit Duitsland. Met z'n echt van die heerlijke Duitse pretzelbroodjes, dat kunnen wij Nederlanders net niet zo goed. Wij zijn mannen met een missie. Wij zijn twee carnivoren in hart en ziel. En dat willen wij uitdragen hier. Dat doen we door olie te brengen aan het echt ras. Dat waren de foodstands die al in de foodhallen zijn opgestapt. Bij een aantal stands wordt nog druk verbouwd voordat ze volgende week open kunnen. En dan gaan we nu proeven. Zo, mijn buikje is rond. We hebben flink mogen proeven in de foodhallen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien wat de foodhallen zijn, hoe het eruit ziet. En ik hoop ook dat ik de sfeer alvast een beetje aan jullie heb kunnen laten zien. De foodhallen zijn 7 dagen per week geopend, vanaf 10 uur 's ochtends. En er is echt voor ieder wat wil. Dus je kunt er terecht voor lunch, voor diner, maar ook voor een borrel met vrienden, met wat lekkere hapjes erbij, een stukje vlees, een stukje kaas. Mijn favorieten, dat is toch wel lastig, want er waren heel veel favorieten. De ballen, de bitterballen, vond ik super lekker. Pizza van de Pink Flamingo. De kaas, super lekker. Tosti met kaas en vijgen. Vlees van de Rough Kitchen was echt top. Sushi, fritske, gezonde salades van de Green Brothers. Eigenlijk is alles lekker. Het is heel moeilijk om een keuze te maken. Daarom misschien een tip voor als je naar de foodhallen gaat. Ga met een groep vrienden en haal bij verschillende tentjes wat lekkers. En dan kun je het aan een van de grote tafels kun je het samen opeten. Zo kun je toch lekker van alles wat proeven. Dus, mocht je in de buurt zijn, loop dan eens langs de foodhallen. Een superleuk concept als je het mij vraagt. Gewoon met goed en lekker eten. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En tot de volgende keer. Doeg!